Is dit de battle met Kamek? Ja, daar is die. Opeens is Kamek hier. Oh my gosh. Wat gaan we nu weer beleven, jongens? Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een gloednieuwe Mario Rabbids video. We beginnen echt aan het eind te komen van deze game. En nu ben ik benieuwd. Wie vind jij de beste characters in deze game? Maak even een top 3. Laat het weten in de reacties. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij eens kijken of wij de windmolen kunnen fixen. Ik heb zo'n idee dat wij straks misschien wel tegen die robot-dinosaurus moeten vechten. Volgens mij leeft die hier gewoon nog ergens. Dat is eigenlijk niet heel relaxed. Oh, volgens mij zijn we waar we moeten zijn, jongens. Maar de power is hier niet helemaal oké. Hey, hier grote mami voor ballonbaviaan. Mami noemt Bipo gewoon een ballonbaviaan. Oh, dat is een prachtige naam. Oké, ja. Om bij de windmolen te komen, moeten we die hijskraan gebruiken als brug. En daarvoor moeten we eerst stroom herstellen van het bedieningspaneel van de hijskraan. En dat zit hier ergens. We moeten hier een klein puzzeltje oplossen. En dan hebben we weer stroom. Nou, ik zag hier al dat hier wat dingetjes liggen. Oké. We kunnen hier aan draaien. Er gebeurt voorlopig nog niks. Wat als we deze oppakken? Oh ja, dan moeten we zo het puzzeltje maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen werken. Dan hebben we hier een drie... Of een soort van kwartslag. Of zouden we deze daar moeten gebruiken? Dit klinkt eigenlijk logischer. Maar die moet wel andersom. Die moet namelijk dan zo komen te liggen. Ja. Dit gaat helemaal goed. En dan hebben we hier nog deze. En die moeten we ook even draaien. Zo, dit zou moeten werken toch? Ja. Zo te zien wel. Dus nu kunnen we die hijskraan gebruiken. Ah, dat is vet. Dat is vet. Nou, ik heb toch zo'n vermoeden dat we hier moeten gaan beginnen. Hier kunnen we even deze blauwe buis in. Even wat extra's halen. Zo, let's go. Deze scannen. Oh, nu... Nu blijft hij wel gescand. In sommige andere battles was hij niet gescand. Let's go. Hier naartoe. Ja. Oh, deze oppakken. Oppakken. Pak hem op. Freaking Mario. Waarom duurde dit zo lang? Kunnen we nog door? We kunnen nog door. Ja, we zijn er nog. We zijn er nog. Was dit het? Nee, dit was het nog niet. We moeten nu hier naartoe. Zo. Scannen. En rennen. Al deze muntjes pakken. Let's go. Ah, lekker. Oké. Hier vinden we puzzeltje nummer 2. En dan denk ik dat deze naar boven moet. Want deze kan sowieso maar één kant op. Dus die moeten we even draaien, zo. En dan moeten we deze ook even goed draaien. Ik weet niet precies hoe, maar ik denk dat die zo moet. Ja, dit zou moeten zijn, toch? Ja, hoppakee, bruggetje. Hey, hier staan ook weer twee borden. Kijk hoe blij ze zijn met mami. Ze hebben een mecha mami gebouwd. Hier hebben ze helemaal lijp, joh. Oh my gosh, ik ben zo benieuwd wat we hier tegen gaan komen. Ze versloegen de mechanische herrieschopper en gebruikten zijn energiebron om een nieuw energienetwerk aan te drijven. En ze wilden deze planeet ombouwen tot paradijs. Nou, het is niet echt helemaal gelukt volgens mij, jongens. Ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Maar het ziet er allemaal niet zo heel vrolijk en positief uit eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Oh, wacht even. Kijk, nu hebben we hier een brug gebouwd. Kunnen we hier naar beneden? En hebben we sowieso die driehoek even nodig om hier naar boven te brengen, denk ik. Deze. Kunnen we zo door de buis. Driehoekie. Even draaien. Ik noem het een driehoek. Het is niet eens echt een driehoek volgens mij. Deze is in ieder geval langwerpig. En dan zal ik wel op het juiste moment moeten draaien. Ze er precies goed in doen. Oh, wacht even. Deze moet niet hier. Deze moet dan nu hier zo. Ja, top. Oh, die zit wel in één keer goed. Nou, super. Kijk, dan wordt hier nu een bruggetje gemaakt. Lekker dit. En dan kunnen we deze ook gaan verplaatsen. Ja, dit gaat helemaal goed, joh. Oh, hier vinden we nog een enemy. We moeten de drie verslaan. De eerste heb ik al verslagen. Dat is ook weer zo'n zijmissie namelijk. Even op zijn bakken springen. Wat ziek idee. Altijd nice. Even tackelen. Waar konden zij ook alweer niet tegen? Windvlagen. Doei! Laten we deze even uitschakelen. Ah, oh, ziek idee. Oh, ik kan hem natuurlijk nog zo verslaan. Ja, met de meteorietenregen. Hoppakee, die zijn ook weg. Niet mij aansteken, alsjeblieft. Kijk hoe ver weg ze rennen. Hij is op zich wel sterk. Oké, let's go, let's go. En dan mogen de Max het afmaken. Heel nice. Heel nice. Tweede spookjes verslagen. Moet er nog eentje? Dan krijgen we weer XP en puntjes en dingetjes. Nou, echt super weinig XP trouwens. De brug is niet lang genoeg om de overkant te bereiken. Onze schuld. Kan de kraan misschien helpen, hè? Oh, hebben we nu de kraan nodig? Kan ik hier dan bij de kraan of zo? Ja, ik weet niet of die kraan echt een brug kan maken, maar we gaan het wel zien. Oh, kijk. Er hangt een container onder. En door die container kunnen we nu verder. De pogingen tot wederopbouw van de planeet werden gedwarsboomd door de gemeenste nietsnutten van het sterrenstelsel. Ja, Gesela's leger. Mami wilde er iets aan doen, maar wat? Magic Goopy Mani? Is dit Kamek? Is dit de battle met Kamek? Ja, daar is die. Wat doet
doet hij hier? Opeens is Kamek hier. Oh my gosh. Wat gaan we nu weer beleven, jongens? We moeten overleven? Heb je al eens tegen Magic Koopies gevochten? Geloof me, ze zijn gevaarlijk. Ze kunnen bondgenoten in de buurt met gemak versterken. En ze hebben een staf die schade kan aanrichten bij meerdere helden binnen een bepaald bereik. Dat is echt niet chill. Ze blijven maar terugkomen op het slagveld. Maar laat de moed niet zakken, want als jullie winnen, sluit ik me bij jullie aan. We moeten 6 beurten zien te overleven. Dat is nieuw. Hij is de resistent tegen zo'n beetje alles. Voert gebiedsaanvallen uit om schade aan te richten bij doelwitten die dicht bij elkaar staan. Ja, we moeten deze dan denk ik maar proberen uit te schakelen. En wat zijn dit voor gasten? Die kunnen niet tegen schokken. Ja, dan moeten we schokmeneer meenemen. Ik denk dat dit vrij moeilijk wordt. We gaan er allemaal voor in ieder geval om deze Kamek uit te schakelen. Ja, ik weet dat ze terug blijven komen, maar ja, we moeten wat gaan proberen, hè. We moeten wat gaan proberen, dus dat gaan we doen. Rabbit Peach gaat op hem schieten. Mario moet op hem schieten. En hij leeft nog steeds. Meen je dit nou? Nou, dan gaan we de Max weer uit de kast halen, hoor. Ja, we blijven bezig met die Max. Hoppakee. En dan ga ik deze knakker uitschakelen die daar staat via dit tonnetje. Let's go. Oké. Daar staat trouwens ook nog een Kamek. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Daar is een Kamek. Oeh, die kan best wel ver lopen ook, joh, die Kamek. Oh my gosh. En ze zijn sterk. Er wordt hier 1 Mac uitgeschakeld. Ik denk dat we nu moeten gaan voor die Kamek daar links met z'n allen. Let's go, Bowser. Let's go. Springen. Damage doen. Lekker. Tackelen. Keihard kapot proberen te schieten. Een beetje achterin schuilen dan. We gaan een beetje hier naartoe. Let's go, let's go. Oké, dit gaat de goede kant op. Deze Kamek is bijna kapot. Mario die kan hem straks kapot tackelen. Dat is top. Of kapot jumpen. Dat lukt net niet. Tackelen lukt wel. Ik ga een teamsprong doen naar boven. Dan ga ik hier ergens schuilen, zo. Ik denk wel dat Mario straks geraakt wordt. Dus het was misschien niet de allerbeste plek om te schuilen, maar goed. Ik ga alvast voor die andere Kamek. Die zijn veruit de vervelendste. Die moeten we zien te slopen. Oh, jongens, wat gaat er gebeuren? Kijk, we raken Kamek hier nog een keer door het heldenzicht. Ja, dan raakt hij Mario. Deze, oh my god. Die kunnen zo ver lopen. Dat is niet gezond. Ja, deze gaat nu denk ik voor Rabbit Peach. Oh nee, die gaat voor Mario. Oké. Hier komt een nieuwe vijand. En daar kunnen we niks aan doen. Soms kunnen we dus die dingen wel kapot maken. Die portals. Maar dat gaat nu niet lukken. En dan spant er straks iemand achter mij. Dat is natuurlijk echt heel vervelend. Ik ga in ieder geval alle 3 mijn enemies raken nu met de schokmeteorieten. Dat is lekker. 2 kunnen daar sowieso niet zo lekker tegen. Dus dat is helemaal top. De tonnen zijn blijven staan. Die kunnen we straks nog een keer gaan gebruiken. Kijk, die zijn weg. En nu wil ik eigenlijk Rabbit Peach bij Mario in de buurt laten landen. Zodat die lekker gaan healen. Ja, super. En dan gaan we Kamekjes lopen. Oh, dit gaat best wel soepel, man. Deze battle met die Kameks. Ik hoop alleen dat er geen nieuwe Kamek uitkomt. Want dat denk ik eigenlijk wel. Ik ga met Rabbit Peach sowieso het schild aanzetten. Want ik weet niet zo goed wat er nu gaat gebeuren. En dan gaat Mario even lekker hier naartoe. Die gaat een beetje schuilen achter deze pilaar. Bowser gaat gewoon even lekker zo hoppakee zijn Max roepen. Die kunnen we straks denk ik wel gebruiken tijdens de volgende ronde. En dan geef ik nu de beurt aan de tegenstander. 6 beurten overleven. Kijk, daar is weer een nieuwe vijand. Die is weer terug. Ja, die gaat schieten. Oh, op Rabbit Peach. Ja, natuurlijk. En wat komt er nog meer uit? Oh, zo'n spookje. Ook niet leuk. Die gaat op een Max schieten. Nog een vijand. Ja, het is een Kamekkie. Die gaat de tegenstanders versterken denk ik of zo. Oh. Let's go. We gaan het gewoon doen. Vol in de aanval. Hoppakee. Ik ga brand op ze laten vallen. Dan kunnen we met mijn maten kunnen ze dan ook raken. Oh, wat een ziek idee. Weg met al die bescherming. Oh, niet tegen mij aanlopen. Oh, dat werkt ook niet, want ik heb de aanval gedaan. Lekker voor je. En schieten. Oh, wat een ziek idee. Keihard dit. Ja, dit gaan wij helemaal uitspelen. Dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. Deze wordt getackled. Deze gaan wij schieten. En dan kan Mario die laatste 2 schieten. Oh, nice, nice, nice. Mario staat alleen niet op zo'n lekker plekkie. Zou die hem vanaf hier kunnen raken, is mijn vraag. Dat zou lekker zijn. Nee, helaas. Ik moet dus naar boven lopen. Nou, dan ga ik maar vanaf hier schieten. Mario staat op niet zo'n lekker plekkie. Ga wel mijn heldenzicht aanzetten. En ik ga ook gewoon healen. Let's go. Tegenstanders de beurt. Komen er waarschijnlijk weer 3 vijanden uit. Man. De eerste die raken we al. Ja, die komt sowieso naar mij toe. Ja, die gaat op Mario. Die staat natuurlijk niet zo lekker daar. Dan komt er waarschijnlijk ook weer zo'n Kamek en zijn scherpschutter uit. Ik hoop wel dat Kamek mij niet kan raken. Ja, maar Kamek kan mij wel raken. Hoeveel beurten moeten we nog overleven? Nog 2. Let's go, Bowser! Oh, ik raak ze niet met mijn teamstorm. Dit is heel jammer. En een beetje stom ook wel. Zo, de Max. Ja, lekker.
ben alleen nou weer niet beschermd. Ik ga natuurlijk nu wel eventjes zorgen dat ik kan healen. Zo, hoppakee. Beetje HP weer erbij. Wat ze vlot. Ik had eigenlijk nog moeten tackelen. Dat is een beetje stom van mij. Want nu heeft Mario natuurlijk een probleem, nu die daar staat. Nou, we gaan het wel zien. We moeten nog één beurt overleven. Dat gaat sowieso lukken. Oh gosh, oh gosh. Sorry Mario. Oh, Mario wordt helemaal gesloopt. Ik hoop dat er maar twee vijanden uitkomen nu. Als het er drie zijn, dan hebben we een probleem. Oh Mario, sorry Mario. Oh, hij staat nu wel lekker beschermd. Daar is de derde vijand. Er staat nog wel een tonnetje daar. Dat is wel lekker. Ik kan alleen nu niet schieten met Mario. Maar ja, ik kan wel een hoop andere dingen natuurlijk. Zoals tackelen, dat kan ik. En ik kan het natuurlijk laten regenen. Lekkere ton, donderschok, regen. Wat ziek idee. En dan ontploft de ton denk ik ook. Ja, ik ontplof zelf ook weer. Heerlijk dit. Bam! Nou, er is nog één Kamekie over. Dit zullen we wel gaan overleven, denk ik. Wat gaat Kamek doen? Die gaat lekker ver weg. En die gaat Rabbit Peach nog even raken. Maar dan hebben we het gehaald. We hebben het gevecht tegen de Kamek's overleefd, verdorie. En we hebben nu Colossmos. Wat is dat voor Sparky? Rabbit Kong creëert een golf die 441 schade aanricht en wegstuitert. Wow, verhoogde max HP van een held met 15%. Deze gaan we verbeteren. Zeker wel. Deze gaan we denk ik wel gebruiken hoor. Ja, deze gaan we zeker gebruiken. Dan kunnen we gewoon Donkey Kong oproepen. Wat ziek idee. Oh, en ik heb nog een sterrendrankje over. Nou, dat gaan we ook doen. Hoppakee, level 5 gelijk. Nou, we moeten even door deze buizen. En dan kunnen we zo langzaam naar de windmolen toe, denk ik. Hier is een vlaggetje. Mami en de rabbits hebben iets van elkaar geleerd. Namelijk verantwoordelijkheid. Zo ging Mami de ruimte in om anderen te helpen. Nou, wat leuk. Mooi verhaaltje, joh. En dan hebben we hier, denk ik, de laatste puzzel. En dat is een behoorlijke puzzel. Ik denk dat wij deze nodig hebben voor dit eerste stuk. Zo, kijk, dan gaan we draaien. Ja. Ben ik heel benieuwd voor welke we deze nodig hebben. Dus even kijken wat er gebeurt. Ik denk niet dat hij die kant op moet. Ik denk dat hij die kant op moet. Dan hebben we nog één zo'n ding. Zo'n staf. Oh, kijk, hier is een blok. Die kunnen we naar beneden laten gaan. Maar we kunnen, denk ik, niet met dit blok omhoog. Hebben we dan toch die rechterstaaf nodig voor deze? Moet die rechterstaaf hier dan? Zodat die power daar naartoe gaat. Oké. Nou, prima. Dan neem ik deze mee. Of niet? Ik weet het nog niet. We kunnen in ieder geval hier aan draaien. Gebeurt er helemaal niks. Laten we hier naar boven gaan. We moeten deze waarschijnlijk eerst hierop. Deze kunnen we nu naar beneden doen, dit trappetje. Ik heb zo'n vermoeden dat we dit blok nodig gaan hebben. Dus deze moet omhoog. Al die puzzeltjes, joh. Ik moet wel zeggen, in deze wereld hebben we voor het eerst echt puzzels dat ik denk, oh, dit kan misschien wel eens lastig worden. Deze hierop. En dan dit blok naar beneden, denk ik. En dan. Dan kunnen we deze gaan schuiven. Oh ja, die moet daarop. Op dat knoppie. Ja, die moet hierop. En dan gaat daar weer wat open. En wat heb ik hierboven nodig? Die staaf die rechtdoor gaat, heb ik daar nodig. Dat betekent trouwens wel dat ik deze even meeneem weer. Ik denk dat ik deze aan deze kant nodig heb. Dit driehoek dingetje. Dus dan gaan we deze daarboven inzetten. Dat is de enige die we hier moeten gebruiken, denk ik. Even hier aan draaien. Ja, want nu moeten we ervoor zorgen dat dat de portal rechtsboven, dat genoeg power heeft. En dat heeft nu genoeg power. En dan kunnen we hier naartoe. Ja, dan hebben we weer een nieuw bruggetje. Het spreekt allemaal wel redelijk voor zich. Het is te snappen. Hoppakee, blokje oppakken. En die moet dan weer daarin. Kunnen we deze meenemen door te klimmen? Of kunnen we niet klimmen met dat blokje in onze handen? Nee, dat gaat niet. Dan droppen we die hier. Doen we deze zo omhoog. Want we hebben nu dat blok niet meer. Oh, moeten we dat blok weer terugschuiven natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, wat een gedoe allemaal, joh. Zo, dit blok weer hier bovenop. Ja. Dan het blok omhoog sturen. Dan hebben we weer omhoog lopen. En dan schuiven we dit blok hierop. Ja, zo te zien is dit de bedoeling. Kunnen wij hopelijk met dit driehoekje hier door de buis. Ja, en dan het driehoekje hierin zetten. Heel nice. Dan hebben we weer die staaf nodig die rechtdoor gaat. Oh, die zit nu nog daarboven. Dan moeten we nu zeker dat blok weer hier naartoe halen. Jemig. Dit is onnodig. Dit is onnodig. Dit kost alleen maar tijd. Ja, nou, ik heb die staaf inmiddels hier hoor, jongens. Even draaien dat die alvast goed staat. Zo. Nu moet de power nog hier naartoe. Dat doen we denk ik door deze te draaien. Nee, gaat... Nee, draaien. Nee, oh, erin. Zo. Ja, erin. Zo, denk ik. Ja, dit gaat de goede kant op. Of, nou, dat zeg ik nou wel. Maar misschien hebben we deze daar wel voor nodig. En dan moet deze hier zo. Ik denk het. Ik heb zo'n vermoeden, jongens. Ik heb zo'n vermoeden dat dit zo moet. Ja, ik heb het goed gedraaid nu, denk ik. Nee, helemaal niet. Ze zitten wel goed, want ik kan niet meer terugpakken nu. Ik ben volledig schil. Kijk, het bruggetje was al gemaakt.
Ik dacht al, waarom ging die camera dan die kant op? Maar blijkbaar had ik het wel goed gedaan. Oké, maar wat gaan we hier dan boven doen? We gaan hier plaatje checken. Mami heeft het al tegen Gesela opgenomen. Althans, tegen zijn handlangers. Maar daardoor is de wederopbouw hier een beetje stil komen te staan. Maar er is in de tussentijd toch wel wat gebeurd hier, hoor. Volgens mij was hierboven weer een Kamek. Ja, daar ga ik voor wegrennen. Dat ga ik niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar de brug, jongens. Kijk, en nu kunnen we hier de brug laten zakken. Oeh, en dan kunnen we eindelijk naar de windtoren. En dat gaan we doen in de volgende video. En als je dat niet wil missen, dan moet je even abonneren. En het belletje aanzetten. En de duimpjes omhoog. En dan zie ik je gewoon dan. Mazzel!